Hoi, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is alweer 4:15. Vandaag heb ik heel de dag geleerd, want ik heb deze week proefwerkweek. Ik moet mijn vlog maken. Saai vlog. Oh, je mond. Je bent saai. Ja, jij bent saai. Bam. Ik ga zo meteen sporten bij Fidan, want het is weer maandag. En daarna gaan wij, oh, iets heel leuks trouwens. Daarna gaan we om 7:30, ja, ik ben 7:15 klaar. Dus ik denk dat wij rond 8:00 voor de televisie zitten. Dan gaan wij een nieuwe serie kijken waar ik in speel, Creator Camp. Iedereen kijk even. Er komt een Nickelodeon van maandag tot en met donderdag, elke dag van 7:30. En dat is een nieuwe serie, echt super leuk. Daar speel ik als figurante in. Dus wie weet zien we nog wel voorbij komen een keertje. Heel erg leuk, dus gaan we voor de televisie zitten en mij proberen te spotten. Ik heb er heel veel zin in, ja, mama volgens mij ook. En verder ga ik niet echt meer doen. Ik heb vandaag een beetje, ja, dit is best wel een chill outfit, hè. Nou, ik heb dit topje van de, hoe heet het ook weer, BB Junkies. En de legging van de Godly en dan gewoon van die fluffy sokken eronder. Heb ik al lekker heel de dag aan. Dus dadelijk ga ik sporten en nu gaat mama eten maken. In de witte kast, zei ze. Oh ja, kijk. Want we kennen het toch, Leendos. Ik heb wel zin hoor. Is dit al klaar, zit? Nou, zoals jullie net al zagen, ben ik thuis. Nou ja, thuis. Bij opa. Ja, en vandaag is het IT, dus we hebben gekookt op school en nu allemaal hapjes. En opa en mama zitten er al van het eten, vinden jullie het lekker? Mm-hmm. Nou, we hebben dit dus allemaal gemaakt met school. Lekker hoor. Ja, het is erg lekker. Mm-hmm. En dit heb ik gemaakt trouwens op school. Heel erg lekker. Dus ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Nou, wel lekker. En nu is het op. Hi guys, ik ben weer terug van de IT van opa en mama. Het was eigenlijk al best wel lang dat ik terug ben, want alweer 7:00. Maar de IT was echt heel gezellig en ook echt heel lekker. Dat had ik niet verwacht, maar het was ook wel leuk bakken en zo met mijn klassie. Dus laten we hopen dat ik nu een goed punt heb. Ik moet nu, theorie gaan leren voor mijn bromfiets. En dat doe ik op de site examencentrum.nl. Heb ik 50 examens gekocht. En die moet ik maken. Ik ben nu bij examen 36 die ik ga maken. Je mag 6 fouten hebben. En het gaat al steeds beter. Want vorige week of zo had ik nog 20 fouten. En gisteren had ik nog maar 9. Dus het gaat steeds beter. Jinten in mijn bag. Zeg even iets. Hoi. Ik ga nu dus even leren van mijn theorie. Daarna ga ik Creator Camp kijken. Ik zit waarschijnlijk in aflevering 6 pas. Ik zit in 8 afleveringen ongeveer. Dus ik kan me 8 keer voorbij zien te komen. Dus als je mij spot, stuur me even een appje, vind ik wel leuk. En ja, dus dan ga je daar even kijken, de aflevering 3 van Creator Camp. Het is alweer 12:00 en ben eigenlijk heel de ochtend bezig met leren voor mijn theorie examen. Ik zit even een paar borden uit mijn hoofd te knallen. En ik zit gewoon die testen te maken online. Ik heb morgen al mijn theorie examen, dus ik moet echt even knallen. Ik hoop echt dat ik slaag. Dus ja, ik ga daarna weer leren als ik uit ben. En dan gaan wij rond 7:30 gaan wij naar Diego, mijn neefje. Want mijn neefje is jarig, gaan we daar lekker eten met de familie. Ja, verder gaan we eigenlijk niet echt veel meer doen. Ik heb gewoon even lekker een chill, relaxed pak aan. Van Heiners. En ja. Yes. Jongens, wens me succes. Ik ga over een uurtje aanfietsen ongeveer. Nou, ik ben net terug van mijn toets. Ik heb een toets gemaakt. Ik vond het echt een hele lastige toets. Dus ja, het ging mooi. Het kon beter, denk ik. Maar ja, ik heb wel gewoon goed gedaan, denk ik. Maar er is iets heel leuks binnengekomen. We hebben namelijk schoenen besteld bij Reinders. Echt een fucking grote doos. Zo. Oké, tada. Doos nummer 1. Schoenen. Doos nummer 2. En hoezo zit er eentje los? What the fuck is dit? Huh? Oké, wacht. Dit is echt heel raar. Dus, we hebben dus een doos. Er zitten 2 schoenen in. Oh, er zit er 1 in. Wat is dat? Dat weet ik niet. Ik denk niet dat het past in die
doos. Het past er gewoon in. Wat denk jij, wat is die deur? Ik denk dat die eruit is helemaal. Denk je niet? Deze schoenen maar zien wel echt fucking hard. Oh. Nou. Kan je ze terugbrengen als die goed zijn? Nee, dat mij niet. Nou, dit zijn dus de schoenen en... Ja, ik vind ze op zich wel mooi, maar ze zijn zo groot. Kijk, hier komt mijn teen. Ze zien ook heel clownerig uit dan dat het zo groot is. Gewoon als ik loop, dan voel ik ook helemaal dat die te groot zijn. Maar ja, ik vind de schoenen op zich wel mooi. Alleen ze zien er zo heel clownerig uit, vind ik, omdat ze zo groot zijn. Dus ja, deze zijn echt niet mooi bij mij in ieder geval. Deze zijn echt mega groot. Zitten wel goed lekker, maar nee. Het is niks van mij. Nou, we zijn nu met familie. Mijn tante en neefje. Oh, hier is er ook op. Want mijn tante is jarig. Nou, we feesten hier, tante. Ik ben nu met mijn lieve oma. Oh ja, anderhalve meter. Ik ben nu met mijn lieve oma. En we gaan nu naar het volgende feestje. Van Diego, mijn nifko. Want die is ook jarig. Nou, we zijn nu eventjes met oma. We zijn onderweg naar Diego toe. En tante en oom. En Jinte en van mama komen over 5 minuutjes of zo. Maar we waren even laat. Hey, hoe oud ben je? 12. Yeah! Ah, Jutte! Nee, hoe heet het? Wil ik satosoep? Ja, satosoep hebben. Satosoep. Nee, ik zeg het is echt heel lekker. Satosoep. Kijk, er zitten allemaal lekkere shit in. Makkelijk, dit is zo gezellig. Hey! Doe goedemorgen, het is 8:15. En ik heb straks mijn examen. Theorie-examen. Ik ben nu niet zenuwachtig, maar zenuwen beginnen wel te komen, want we moeten gewoon echt slagen. Ik ga daar nog even een testje maken. Een trui aan van Stone Island en deze broek van Aldi is echt heel raar, want je denkt Aldi kan je eten verkopen. Maar nee, mama heeft deze meegenomen van Aldi, want ik wou heel lang zo'n broek en deze zit eigenlijk echt perfect. Terwijl, ja, geen een van zulke broeken zaten mooi, maar van Aldi zit wel perfect bij mij. Oké, ik ga nu naar het CBR. Dan ga ik me douche maken, papa. Geloof je in me? Ja? We gaan nu naar het CBR. Ja, hoop ik natuurlijk dat ik ga slagen. Gewoon goed nadenken. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ga gewoon en laat ik jullie weten. Ik ben terug van de scoottheorie en ik ben jammer genoeg gezakt. Natuurlijk niet, man. Dan ben ik geslaagd. Ik ben geslaagd. Ik had 6 fouten en dat mag. Je mocht in ieder geval 6 fouten halen en ik had precies 6, dus dat was echt heel fijn. Bij een paar twijfelde ik wel echt, maar ik dacht gewoon eerst antwoord, want meestal is je eerste antwoord goed. Ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd, gewoon het eerste antwoord dat het goed was, wat ik dacht. Gewoon gedaan en oma, god, ik ben gewoon geslaagd. Ik was zo blij. Vanavond gaan we naar de Mac, want mijn nicht is jarig, mijn allerliefste nicht Mana. Die is vandaag 18 geworden en we hadden haar bij de vorige week vlog volgens mij. In ieder geval een week van haar, daar zie je ook haar reactie, want we hadden haar een auto als cadeau gegeven toen ze 18 werd. Echt een hele leuke vlog zou worden. Dan gaan we lekker in rijden, gaan we lekker naar de Mac. Met mijn kleinkinderen, met de kleinkinderen, met mijn neefjes en nichtjes. Het is 7:30 en ik heb me net klaargemaakt, want we gaan zo meteen naar de Mac. Rijn, stop je hier en daarvan is de vloesje is van Jinte. Van chaos. En deze leren broek, ja, ik zei vandaag de Aldi, maar dat was niet. Ik dacht dat het zo'n rare winkel was. Mama is de winkel vergeten. Het was zoiets met Aldi of Lidl of zo. Ergens waar je geen kleren uit koopt. Lidl. Oh, oké, je kan deze bij Lidl kopen. Echt, what the fuck. Het is echt een superleuk broek bij de Lidl, maar ja. Zij gaan zo meteen naar de Mac en dan ga ik ook een mukbang opnemen, want mijn nichten zeiden net ineens heel spontaan. Ah, wat doe jij, man? Waarom zit ze dan nou? Maar mijn nichten zeiden net ineens heel spontaan van, hey, neem jouw camera mee, gaan we een mukbang video maken. Ik zei, ja, joh, is goed. Superleuk, we gaan dadelijk een mukbang video opmaken met even op mijn Insta vrouw zet voor vragen. En dan gaan we Q&A erbij doen, superleuk. En ja, verder niks. Dus ik ga even wachten. En ik heb geleerd, maar niet zo goed. Ik moet daar even nog een beetje leren. Nou mensen! Nou, ik ben nu nog met mijn nichtjes, met mijn 2 lieve nichtjes, Romy en Mana. En we hebben een mukbang video opgenomen, heel leuk. Hij komt nog een keer online, maar we gaan nu in ieder geval on the way home. Net terug van de Mac en het was heel gezellig. Het is alweer 10:30, echt al best wel laat. Dus ik ga lekker slapen. Ik moet nog even leren voor mijn toets, want ik heb morgen 2 proefwerken. En ik heb niet zo heel, ja, ik heb 2 weken al van tevoren natuurlijk geleerd voor biologie, maar ik heb vandaag eigenlijk niet veel aan gedaan.
want ik was niet zo heel geconcentreerd. Maar verder gaat het allemaal goed. Ik ga lekker slapen en het was heel erg gezellig. We hebben een mukbang video opgemaakt. Goedemorgen, het is nu 9 uur en we gaan nu meteen naar school, want ik heb dadelijk een examen van wiskunde. Dan ben ik alweer om 11 uur klaar, moet ik naar huis en om 11:30 moet ik weer terug naar school. 11:30, 12:30 moet ik weer terug naar school, dan heb ik een toets van bio. En jullie horen dat ik moet komen. Ja. Nou, dan heb ik aan een trui van Adidas, vestje van de Vera Mode, broek van de Only en schoenen van Isabel Marant. Dus ik ga nu eventjes naar school en ik word gebracht door mama, echt super lief. Dus ik ben eigenlijk vandaag de hele dag lekker thuis geweest. Na mijn toets heb ik echt lekker niks gedaan. Letterlijk, ik heb lekker serietje gekeken. Want ik was kapot van het leren deze twee weken. En nu ben ik me eigenlijk aan het klaarmaken. Want ik ga zo meteen met twee vriendinnen ga ik lekker wat leuks doen. We gaan naar een vriend toe en dan gaan we gewoon lekker zitten. En ja, heel gezellig. Ik heb in ieder geval dit truitje aan van Nicky. En dan heb ik de broek van de chaos. Is zo'n leren broek. Is wel brandzonder. En morgen ga ik naar de kapper. Oh mijn god, ik heb er zoveel zin in. Morgen ga ik naar de kapper, al best wel vroeg. En ik ga mijn haren heel blond verven. Want je ziet al, dit is helemaal weer zwart. Want eigenlijk heb ik heel donker haar van mezelf. Het is helemaal aan het bruin worden, helemaal donker. En ik vind blond altijd heel mooi bij mij. Ik vind bruin niet zo heel mooi bij mij. Maar eigenlijk heb ik gewoon echt donkerbruin haar. Maar ik ga dus helemaal blond verven. Ja, ik heb wel helemaal blond. En dan grijze plukjes doorheen. Dus eigenlijk een beetje grijs blond haar. Ik hoop dat jullie al een verschil zien. Maar het zijn geverfd. Het is alweer zondag. Ik ben gisteren heel de dag vergeten te vloggen. Maar dat komt ook echt omdat ik gisteren eigenlijk heel erg niks heb gedaan. Ik heb uitgeslapen en daarna moest ik meteen door naar de kapper. En het duurde zo lang. Maar ik ben wel echt blij. Want het is een heel mooi eindresultaat. Nu ziet het nog niet heel goed. Daarom ga ik daar naar buiten. Kan ik beter laten zien. Nou, zo ziet mijn haar eruit. Zo van achter. Zo. Het is echt heel blond. Want eerst was het veel bruiner. En er zitten grijze plukjes hierboven doorheen. Als je goed ziet. En hierdoor zitten grijze plukjes. Het is gewoon een beetje een grijze gloed met blond erdoor. Echt super mooi. Ik vind het echt, echt heel mooi. Ik ben echt zo blij mee. Maar je ziet het niet zo goed op camera. Gisteren had ik met Elena gelogeerd. Dat was heel gezellig. Ik heb het nu alvast klaargemaakt. Het is al 4:30. Nou, dit heb ik aan. Ik heb het blusje van Josfie. Ik heb hemdje van Zara aan. En ik heb het rokje ook van Josfie aan. Ik moet van 5 tot 7 werken. Ja, echt. 6 uur is oma hier al. Met mijn tante, oom en mijn neefje. Want mijn oma is jarig. Echt heel leuk. En gaan lekker bij mij eten. Bij ons gaan we dan lekker eten bestellen. Volgens mij zie je nu wel echt steeds meer verschil. Maar ik weet niet of je het op camera zo goed ziet. Maar ja, het is echt in ieder geval. Ik ben er heel blij mee. We zijn leven! Ja! Ja! Eten en ze hebben ook lekker eten voor mij gehaald. En voor je zusje. We hebben sushi. We hebben sushi, echt heerlijk. En we hebben pizza en jullie hebben pokeball. Oké. Mijn tante is net weg. Diego en oma ook. Maar ze zijn net weg en het was heel gezellig. En het was super lekker. Dat was echt fijn. Want ik kwam thuis van werk en de sushi stond al klaar. Dus dat is echt top. Nou, het is al 6:30 en we hebben net lekker gegeten. We moeten om 6:15 sporten tot 6:45. Daarna gaan wij naar oma, want mijn oma is nu echt officieel jarig. En dan heb ik een cadeautje gekocht, laat ik wel zien wat ik heb gekocht. En mama heeft ook een knot over mezelf. Echt super fijn en super mooi, maar die komt waarschijnlijk in de volgende weekvlog, want het is vandaag maandag. En dan maandag moet de weekvlog weer sluiten. Ik ben echt gaan even iets zeggen. Nou, ik heb dus proefwerkweek gehad, vorige week heel de week. En dat hebben jullie allemaal meegemaakt, van dichtbij. Maar, ik heb dus een 9 voor Nederlands, echt zo trots. Ik heb een 9,3 voor wiskunde. En een 8,3 voor bio. Ik ben zo blij, ik zeur het. En een 4,5 voor Engels, maar ja, daar praten we gewoon niet over. Maar in ieder geval, die andere 3 punten zijn echt, echt, echt mega goed. Dus ik heb toch nog ergens goed voor geleerd. Dit is mijn cadeautje voor oma. Ik heb even een tasje gekocht.
heb ik dit superleuke. Ja, het is echt heel leuk. Echt de overmaker. Van de laarhouder. Een aapje en een schildpad. Daar heb ik Milka, chocola en dan heb ik natuurlijk kaasjes ervoor gekocht. Dus ja, dit is mijn cadeautje voor mijn lieve oma. Oh jongens, jongens, wacht. Iets heel belangrijks voor mijn vlog. Vroeg x's en dan wat. Ja. Nee, dat is jouw Instagram. Hey. Maar goed maar. Nou, ik ben weer thuis en het is alweer 10 uur. Ik heb me lekker opgefrist. Lekker mijn haartjes gewassen en weer gesteld. Dus ik ben lekker fris. 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 En nu ga ik lekker slapen. Het is maandag, dus het is ook weer het einde van mijn weekvlog. Het is kwart over 10. Ja, het is kwart over 10. Dit is alweer het einde van mijn weekvlog. Ik hoop dat jullie deze weekvlog leuk vonden. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en zien jullie mij weer bij de volgende video. Jongens, let op jezelf en blijf gezond, veilig. En dan zie ik je.